Christel Bouillon, je eindigt vandaag met een ronde 75 en een totaal van plus 7. Hoe kijk je terug op dit toernooi? Ja, moeilijk te zeggen. Ik heb veel op de greens laten liggen, te veel eigenlijk. Op zich is mijn lange spel, daar heb ik echt niks op aan te merken, dus daar ben ik erg tevreden over. Ik moet alleen wat meer put gaan halen. Ik heb nu even wat tijd vrij, dus daar kan ik aan gaan werken. Maar ja, het is ook gewoon een beetje geduld hebben, denk ik. Ik ben dichtbij tot goed spelen en zo voelt het al echt maandenlang. Ik ben tevreden met hoe ik speel. Het is alleen, het zit nog niet echt mee op de greens, maar het is zoals het is. Natuurlijk ook na de beetje pech met de draw, de derde dag, weet je, dat je vroeg speelt. Als je bij de top zit, dan heb je een veel betere start van je ronde. Nu heb je niet die wind, maar dan moet je beter spelen en dat heb ik niet gedaan. Dan is het moeilijk om terug te komen, want dan speel je alleen maar in wind. En dat is lastig, maar ik kijk wel met de goede moed naar de volgende toernooien. Had jij gisteren zoiets van dat je liever door was gegaan of hadden ze het gewoon eerder moeten stilleggen, het spel? Nee, eerder stil liggen. We konden niet doorgaan. De ballen waren aan het rollen op de greens. Dus dan kan je onmogelijk doorgaan. Maar het had wel iets eerder afgeblazen kunnen worden. Wat ga je nu doen? Terug naar Nederland en daar werken aan je spel of in Amerika? Nee, ik ben voorlopig wel even in Nederland. En dan ga ik weer terug voor Canada. Ja. Okay. Veel succes daar. Dankjewel.